We forgot to pay. We forgot to pay. Meneer, mag ik tegen u zeggen wat voor geweldig accent u heeft? Ik moet van drie morgen bent u zelf. Bent u Frans? Ja. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Er is mij, mijn oma en mijn opa iets heel lulligs overkomen. Gisteren zijn we gezellig op pad gegaan met z'n drieën. En we zijn ook wat wezen eten. Maar we zijn helemaal vergeten te betalen. Ja, maar wat erg is dat toch? Echt heel erg. Dus we waren naar Amsterdam gegaan. Dus we gaan zo de auto instappen naar Amsterdam. En dan gaan we betalen. Ja, en het grappige is, jij dacht dat opa betaald had. Ik dacht dat jij betaald had. En uiteindelijk is er helemaal niet betaald. Nee, want ik appte mijn oma van, joh, gezellige dag, weet je wel. En nou ja, we zaten even te appen. En mijn oma zei, joh Don, jij hebt alles betaald. Joh, stuur even een tikkie, dan betaalt opa de helft. Ik zeg, nee joh, jullie hebben het eten betaald, toch? En het eten was twee poffertjes en van die churros, weet je wel. Dus ik denk, nou joh, weet je, dat is peanuts. Jullie hebben het eten betaald, toch? Dan betaal ik die kaartjes voor Madame Tussaud. Daar waren we heen geweest. En oma zegt, het eten betaald. We hebben het eten niet betaald. Ik zeg, ja, nou, ik ook niet. Dus we hebben helemaal niet betaald. Maar dat komt omdat het gewoon veel te gezellig was daar gisteren. Kijk maar. Ik was laatst aan het stappen met wat hele goede vrienden. Ja, die meiden waren gewoon heel enthousiast. We hadden muziek opgezet en ze waren aan het dansen. En door alle chaos zijn we gewoon weggelopen zonder te betalen. En terwijl we wegliepen zeiden we nog bye bye. En toen deden ze nog helemaal zo good time. Ja, helemaal. Dus. Nou, goed verhaal, we gaan terug. Ja, we gaan gewoon terug. Dat is wel zo netjes. Betalen, want dus. Zo zijn we niet, hè, Dom? Nee, we gaan wel voor betalen. Ook gaat het maar om twee poffertjes en churros. Wat in Amsterdam trouwens best duur zal zijn. Dat maakt niet uit. Gewoon normen en waarden. Dus ja, we gaan even terug om te betalen. Ja, vooral omdat die mensen waren zo leuk. Kunnen we echt niet maken. Nou, daar gaan we dan, hè. Met de Ferrari van mijn moeder. Oh, de deur flikkert bijna uit de klauwen. Kijk dan even. Zo'n mooie bak, hè. Het is zo'n mooie bak. Mijn oma en ik zijn geholpen door twee Italiaanse dames achter de toonbank. En wij denken dus dat zij ook geen idee hebben dat wij niet betaald hebben. We hopen dat ze vandaag aan het werk zijn. En mochten er andere mensen aan het werk zijn, dan betalen we die gewoon netjes. Oma, ik hoop echt dat het dezelfde mensen zijn die er werken vandaag. Nou, anders gaan we ze opbellen hoor. Hé, die meiden komen hier voor werk. Dus ik denk wel dat ze ook vandaag gewoon werken. Het is gewoon een normale doordeweekse dag als we deze vlog opnemen. Dus. Of hij moet al nu open zijn. Jawel, hij is echt wel open joh. Oké, hier zo is het. Iced Bakery. Werken ze vandaag? Nee. Hallo. How are you? Good. We forgot to pay yesterday. Really? Yes. So we're coming back to pay. Where's the lady? The other lady. Where's the dance lady? It's coming. It's upstairs. Oh, it's upstairs. Yeah. Yeah, it's coming. Oké. Okay. We forgot to pay the poffertjes. Ja. Zijn er? Deze vrouw die we nu spraken, die was er gisteren ook. Maar die stond een beetje op de achtergrond te dansen. Hé, maar ze zijn er gewoon. Ja. Ja. Hallo. Hallo. How are you? Hey. We I can't stay here. We forgot to pay. We forgot to pay. Ja, wel. Because of the dancing, the fun, the chaos, yes. Yeah, are you sure? I'm sure. I checked my bank account. You're so sweet. Yeah. That was so good. You're so sweet. Where's the other dance She's woman? Today. Oh, no, she worked in the afternoon today. Oh, she working in the afternoon. Okay. Yeah. So, wait. She's my boss. I was talking with my boss today about you. And it was so nice. Yeah. Nou, ik heb betaald en ik heb gelijk nog wat poffertjes erbij genomen, dus dat is lekker. Nou, we hebben netjes betaald. Gelukkig konden ze erom lachen. En het zijn zulke lieve mensen en ze vonden ons ook lief. Dus alleen maar liefde. Dit is gewoon hoe het hoort te zijn. Iedereen chillt tegen elkaar, het is gewoon top dit. Ze hadden echt geen idee dat we niet betaald hadden, dus dat was grappig. Hey oma, kijk eens even waar de auto staat. Ja, hier al. Je loopt gewoon door. Echt dikke shout-out naar Iced Bakery heet het geloof ik. Super chille mensen. Echt top. De eigenaresse was er ook nog. Die was gewoon Nederlands. En daar hebben we ook nog even mee staan kletsen. Echt super gezellig. Oma staat ook weer gelijk te kletsen met iemand achter ons hier. Maatschappij, dames en heren. Gezellig. Die sociale contacten. Klinkt misschien heel stom, maar ik ga er heel goed op. Op gewoon praten met random mensen. En je kent elkaar nog niet. En dan gewoon gesprekken aangaan. Gezellig hebben. Een beetje gek doen. Hou ik echt van. Zag ik nou dat je een Fransman aan het versieren was? Eigenlijk wel. Ja, een leuke man. Hij stond met een man te praten. Die had het meest Franse accent wat er bestaat. Ja, geweldig. Maar hij was ook leuk om te zien. Oh, daar loopt hij.
dat is hem. Kijk eens, een pittig man. Ik wilde eigenlijk nog mijn raampje open doen en even vragen of hij in mijn vlog wilde, maar hij loopt nou al weg. Ja. Maar wat een vent, joh. Ja, hij zegt, ik woon in Frankrijk. Ja. Ik woon hier in Nederland eigenlijk ook al. Of in New York. Hij zei van, ik heb hier een familiehuis. Ja. En ik woon hier al 15 jaar. Ja. Hij was heel leuk. Ja, goud, jongen. Ja. Kijk, daar komt u in. Oh. Ik kan hem toch opnemen. Meneer, mag ik tegen u zeggen wat voor geweldig accent u heeft? Oh ja. Dat vond ik wel leuk. Ik hoef maar drie woorden te zeggen. Bent u Frans? Ja. Nee, u praat heel goed Nederlands, maar met een heel mooi Frans accent. Ja. Maar ik heb het best gedaan. Ja. Dat gaat niet vanzelf. Nee, maar het klinkt gewoon heel ik leuk. Ik heb een hekel aan buitenlanders die in een land wonen en de taal niet spreken. Nee, als je hier dan woont... Dan heb ik een hekel aan. Nee, je moet echt... Ik zeg, je kan alle talen leren. Nee. Dat neemt... tijd. Ja, maar je moet integreren. Je moet wat voldoen. Ja, het neemt tijd in beslag, maar er u praat het geweldig. Nederlanders die daar in het dorp waar ik woon, die permanent wonen, die vier Franse woorden zeggen. Ja, Nederlanders in Frankrijk. Ja, ik vind het heel erg. Ja, vinden de Fransen dat erg? Fransen vinden het vreselijk. Als buitenlanders willen zich niet aanpassen. En zeker als je woont, als je met vakantie bent. En kijk je ook toevallig maar ze wonen permanent daar. Ja. 20 jaar soms. Maar als je Toom Eiland, die meneer Martin, die probeert ook... Het is vreselijk. Het is ook vreselijk. Ja. Maak je professionele foto? Ik maak vlogs. Kent u dat? Ik ben een YouTuber. Dus ik film mijn dagelijks leven. En ik vond uw accent zo geweldig. Ik denk, nou, dit moet ik wel even vastleggen eigenlijk. Ja. U heeft het opgenomen? Ja, vindt u dat erg? Helemaal niet. Oké. Nee. Kijk, meneer, mijn oma schrijft mijn naam op. Dan kunt u me terugvinden op YouTube. Oké, leuk. Hoe zeg je ook alweer gedag in... Of, au revoir. Au revoir, ja. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Fijne dag. En de groeten, hoe zeg je de groeten? Bonjour à qui? Bonjour aan bon mama. Ah, maar belle maman? Nee, ik heb niet belle maman. Oh. Ik volg helemaal niks van, maar ja. Fijne kerstdagen! Doei. Hoi, hoi! Doe maar, we zijn er in. Dat heet met oma, hè? Je oude hoort overal. Ja, je oude hoort als een gek, maar het is wel een topgozer, hoor. Hey. Ja. Super enthousiast. Hij zegt, iedereen in Amsterdam is zo agressief. Ja. En jullie zijn zo gezellig. Ja, ja maar het komt, ik zei hem al vriendelijk gedag, waarom? Hij staat naast ons. En nou, toen begon het. Ja, Oma had chance. Minder agressiviteit en meer liefde voor elkaar. Niemand praat hier tegen elkaar. Zeg gewoon even hallo. Ja, ja maar je hebt helemaal gelijk, Don. Het is ook zo. Ja, toch? Dus ik zeg toch zo vaak, de wereld is verhard. Je moet gewoon gezellig blijven doen. Ja, joh. Ik kijk daarop. Gewoon lekker lullen met elkaar. Slap lullen. Je kent elkaar niet. Gewoon een goede shit. Dat hebben we wel gedaan nu even, zeg. Ja, nou laten we maar weer naar huis gaan. Ik weet precies wat opa had gezegd als hij er nu bij was. Ik ken Frans, maar Frans kent mij niet. Ja, precies. Dat zegt hij altijd. Die mensen van dat bakkerijtje, van die bakkerij, waren trouwens echt super blij dat we gewoon zo netjes afgehandelden. Ze zeggen, dat maken we nooit mee in Amsterdam. Nee, dat... Een Amsterdammert zou gewoon wegblijven, zeiden ze. Ik heb ook al eens, dan ga ik daar zo naar de Red Light District en vergeet ik ook helemaal te betalen. Wat erg. Hey, voor de duidelijkheid, dat was een grapje. Gelukkig wel. Ja, kijk, jij doet een ouwe hoeren, ik doe echt een ouwe hoeren. Ja, jij doet echt een ouwe hoeren. Ja, heb je toch een beetje van oma. Deze vlog krijgt weer in één keer een rare wending, hè. Door één opmerking, zo gaat het altijd. Dag oma. Doei. Laters, ik vond het gezellig. Doei. Doei. En dan hebben we hier zo het ongestelde vrouwtje. Emma bloeden hebben op. Ik ben ontzettend aan het lekken, dus ik moet een broekje om, een hondenonderbroek. Hebben op. Ja, oh, ga je ervoor zitten. Poot, poot, poot. Ja? Ja, ja. Oh, vandaag was het overdag met oma in Amsterdam, maar de hele avond editen. Weet je wat ik nou echt zo verschrikkelijk, echt verschrikkelijk mis? De zomer. Als ik nu zomervlogs terugkijk, dan word ik gewoon bijna lijp. Hoe lekker weer hadden we wel niet, weet je wel. En alleen maar zwemmen, lijpe dingen met auto's, op vakantie. En het was echt een droomzomer. Ik denk een van mijn leukste en chillste zomers ooit. En ik heb het nog allemaal vastgelegd ook. Ontzettend veel gechilled met Mace en met The Berries, die vriendengroep uit Arnhem natuurlijk. En ook gewoon met mijn vrienden hier in het dorp. Echt, het was geweldig. En natuurlijk de vakantie naar Turkije.
Ik heb een soort heimwee. Ik zit nu al helemaal... Ik zit mezelf al helemaal te verheerlijken voor de zomer van 2020. Maar die is nog wel even ver weg, hoor. De echte kou van de winter moet nog ook echt komen. Dus echt de vrieskou en zo, dus... Geduld. En jullie zullen ook nu geduld moeten hebben, want ik ga de vlog afsluiten. Dames en heren, ik hoop dat jullie van deze vlog genoten hebben. Ik vond het leuk dat er een keer een Fransman in mijn vlog voorkwam. Niet zo agressief, hè? Dames en heren, ik ga jullie morgen om 5 uur weer zien. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is tot de volgende video. Later. En die linken dan allemaal extreem rechts. En dorp, er is nooit een buitenlander gezien. Nee, nou, waren ze echt boos?